U heeft Arjen Gertsen beëdigd als burgemeester van Almelo. Hoe vond u het gaan? Ja, het was een hele warme plechtigheid. Hij is natuurlijk al 6 jaar burgemeester van Almelo, maar echt die herbenoeming is toch een heel belangrijk weegmoment weer. Is er over en weer dat vertrouwen om samen door te gaan? En dat is van beide kanten volmondig uitgesproken. En ik ben er ontzettend blij mee en ik denk dat het ook zeer terecht is, want met Arjen Gertsen heeft Almelo een hele goede burgemeester. U bent als commissaris van de Koning een druk bezet persoon, of Overijssel is groot. Maar toch even een vraagje hoe u naar Almelo kijkt. Ik vind Almelo een stad die zich in de afgelopen jaren enorm heeft ontwikkeld. Zowel als je gewoon kijkt naar hoe de stad eruit ziet, maar ook als het gaat over een stukje zelfbewustzijn. Er is ook in de installatie van de burgemeester, in de toespraak is er ook bij stilgestaan. Almelo liep toch een beetje krom, bij wijze van spreken. Financieel was het allemaal moeilijk, dat zelfbewustzijn. En als ik kijk hoe Almelo zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, met het XL Business Park, met investeringen in de binnenstad, hoe de organisatie er staat, hoe dat stukje zelfvertrouwen er is, hoe Almelo financieel op orde is gekomen. Ja, dan staat hier een gemeente en een gemeenschap die trots kan zijn en die met rechte rug gewoon in het leven kan staan. Dat vind ik heel mooi om te zien. Almelo heeft wat dat betreft echt in de afgelopen jaren een hele mooie ontwikkeling meegemaakt. Hoe kijkt u tegen burgemeester Arjen Gertsen aan als bestuurder? Ja, als een zeer gewaardeerd collega. Burgemeester Gertsen en ik ken elkaar al 20 jaar. Want toen hij startte als burgemeester in Haren, de plek waar ik ben opgegroeid, startte ik als burgemeester in de Betuwe. En eigenlijk in al die jaren hebben onze paden zich regelmatig gekruist. Tot en met zelfs in dezelfde intervisiegroep als burgemeesters gezeten. En ook hier in Overijssel, in de jaren dat hij nu hier burgemeester in Almelo is, zijn we collega's geweest. Eerst als burgemeester van Deventer en nu de afgelopen 4 jaar als commissaris. Arjen is een geweldige collega, een geweldige burgemeester waar Almelo heel trots op kan zijn. Almelo is een tweede termijn van Arjen Gertsen als burgemeester dubbel en dwars waard? Absoluut. Almelo is Arjen Gertsen waard en Arjen Gertsen is Almelo waard. Dus ik hoop oprecht dat er weer een hele mooie periode van 6 jaar aanbreekt. En alle seinen staan op groen, dus dat komt wel goed. Ik dank u hartelijk voor het vraaggesprek. Heel graag gedaan.